Kijk eens. Alles ingeladen. Hoppa. Gaan we naar het grote water in Frankrijk. Maanden al bezig met de voorbereiding. Ja, super. Nou ja, het voer. Allemaal vast. En dan hebben we natuurlijk de bus. Natuurlijk ook wat voor de kinderen en de vrouw. Dus alles ingepakt. Uurtje, twee uurtjes slapen zo. En dan gaan we lekker rijden. Jeetje, €32,40 voor het elk jaar duurder lijkt ook. Dat heb ik niet eens. 50 cent? Wow, zag je dat? Dat ding is nog sneller dan mijn camera. Dat we eruit mogen. Hop, gas erop. Hopla, gas erop. Hop, hop, hop. Gas erop. Hey, dat rijmt ook nog. Hop, hop, hop. Gas erop. Dat is eigenlijk wel het leukste stukje van de tolweg. Het betalen, want dan is het net of dat je op een racecircuit zit als je eruit komt. Dan is iedereen van hup, 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 of hop, 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 gas erop. Vet. Aangekomen in Frankrijk, aan het grote water van Frankrijk. We zijn nu stek aan het zoeken vanaf de kant met de auto rondom aan het rijden. Om te kijken hoe of de wat waar je kan traileren, waar je met de auto aan de kant kan komen. En je kan het wel zien, gigantisch groot water, het is super groot. Dus het is 2 dagen zoeken, 1 dag met de auto. Stekken en de tweede dag met de boot het water op om de stekker te gaan zoeken en te bekijken en misschien in de ochtend vroeg als het wat rustiger water is, windstil, of misschien hier en daar vis kunnen spotten. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben er in ieder geval klaar voor. 3 weken. 3 weken big game carbon fishing hier in Frankrijk. Top zeg ik. We zijn op zoek naar stekken nu op het water. Het is even een paar dagen zoeken waar ik ga beginnen. Ik heb in ieder geval gisteren één stek aangevoerd. Maar het is hier alle Jezus groot. Dus het is even een paar dagen zoeken. Zo, we zijn hier nu al de 3e dag. Tweede dag op het water stekken aan het zoeken. Ik ben nu een overtochtje aan het maken van de ene kant naar de andere kant, zeg maar.
gisteren één stek gevonden. Die heb ik aangevoerd. Dan ga ik morgen nacht vissen. En nou op zoek naar stek 2. Om een beetje de kans te verspreiden. Het is gigantisch groot is. Dat zou je wel kunnen zien ook. Het water is ook wel, het is geen rustig water. Het zijn grote golven. Dus het is rustig varen. Goed opletten hoe je vaart, dat er niet een golf naar binnen komt, want de boot is niet zo heel hoog. Maar ja, we moeten daar naartoe. Dus ik denk dat het nog een klein half uurtje varen is. Kan daar het pijlwerk beginnen. Om even een indruk te krijgen van de afstanden en de bodem en de dieptes. Ik zit hier, ik schat zo'n 500 meter uit de kant. En op dit gedeelte staat er dus vanaf de kant tot aan hier. Laten we even de dieptemeter zien. Staat het gewoon vol met wier. Dus dat betekent dus dat je al verder de 500 meter moet gaan vissen om bij het talud te komen. En dat je nog 500 meter wier moet vissen. Dus dat betekent dat je gewoon echt een boot nodig hebt. Je hebt ook wel stekken die dichtbij dieper zijn. Maar dat zijn stekken die vaak ook heel erg druk gevist worden. Het zijn de makkelijke stekken. Kijk, hier loopt hij nog naar beneden, naar 2, 3 meter. Kijk. Dus nu gaan we naar het talud. En daar staat dus op het talud. Er zijn nog steeds vier. Dus wil je een schoon plekje vinden. Kijk. We gaan nog verder uit de kant. Er staat ook nog steeds vier, maar het wordt wel dunner. Kijk, en hier zitten we op 4,5 meter. En dan is er nog een enkel dingetje op de bodem, een plukje hier, een plukje daar. En dan kijken we even naar de kant. Dat is een eentje weg. Dus voor degene die ook op zulk water wil vissen ooit, betekent gewoon dat je molens moet hebben waar gewoon minimaal 500 meter lijn op gaat. Dus dat betekent gevlochten lijnvissen. Want met nylon is dit gewoon helemaal niet te doen, deze afstand. Nou, onderweg naar de stek. Even voeren voor de tweede keer hier al. Ik voer om de dag 25 kilo voer. Die 25 kilo houdt in tijgenoten, bolies en mais door elkaar. En, ik heb dan 2 voerstekken heb ik opgebouwd. Ben ik aan het opbouwen. Dus ik ben benieuwd. Morgen of overmorgen is eerste keer vissen. We zijn er bijna.
als je neerblijft. Gewoon een mooie voerstok. Aan een talud zeg maar van heel ondiep van zeg maar 70 centimeter en het talud loopt dan langzaam af naar 4 meter en dan naar 8 meter en het is een talud kan zeg maar dat al eigenlijk de hele week eigenlijk constant de wind op staat. Ik denk al dat het gewoon standaard al de windkant een beetje hier is. Dus de hele week dat ik hier al ben zeg maar is constant de wind hier al op deze kant. Dus, ja. Je zou denken, dit moet een goede hotspot zijn. Mooie dieptes, ondieptes, wind erop. Ja. Op mijn tweede stek. Ik heb voor deze stek gekozen omdat er de andere stek op het wijd is, een strategisch gedeelte van het meer zeg maar. En dit is een stek totaal anders. Heel veel takken, lelies, wierbedden, bomen in het water. En het is een gemiddelde diepte van een meter, anderhalve meter zeg maar. Maar dat staat helemaal vol met wieren en daar heb ik de grens op gezocht. Daar staat 4 meter water tegen het wier aan. Dus ja, dat is super mooi natuurlijk. En het is een kom gewoon in een uithoek zeg maar, van het meer. Ik ruik gewoon een karper hier ook. Thank you.
Ja, ja. Dikke bakken houden. Eerste run. Echt een dikke vis. Kom maar. Hoppa, die lag mooi op het voerstekje. Goed bezig. Rustig aan. Kom maar, man. Diep. Ik word gewoon een beetje zenuwachtig. Kom op, jochie. Komt ie aan. Komt ie aan, daar in de diepte. Kom maar. Hoppa. Kom, ik zie een schim. Wat is het? Oef, de botel. Rustig aan, rustig aan. Kom maar, jochie. Ja, daar komt hij. Een schub. Een grote schub. Ja, ja. Komt u maar. Kom maar. Ah. Komt u maar. Ah. Yes! Daar is hij. Mooie vis. Top. Hopla, nummer 1. Netjes in dat hondenlippie. Die is al een keer gevangen. Op. Zo. Een dikke bak. Yes! Even wegen. Het is in ieder geval een grote. Meteen een mooitje. Even kijken. Tik precies. 19 kilo. En een streepje. 19 kilo 200. 19 kilo 200. Nou. Mooi begin. Nou, daar is hij. Mijn eerste vis. Een schub. Kom. Mooie donkere schub. 19 kilo. Top.
super blij mee. Uurtje vissen. Mooie hoogvis. Oh. Shit, joh. Was hij bijna weg? Helemaal top. Zo. Oh. Hoppakee. We zijn aan het vissen. Laat de bakken maar komen. Ik heb er echt zin in. Zoals je kan zien is het echt een mooi uitzicht hier al. Ik heb een beetje een broek aan zonder riem, dus dat zakt een beetje af en toe. Ja, dat hoort erbij. Lekker bij kleding. Lekker. Nou ja, top. Jullie zullen wel leuke vissen gaan zien, hoop ik. Dus het gaat helemaal goed komen. Dat zal ik weer eens als dit. Blijven de vangsten echt niet uit. Top.
mooi schip. Hoppa. Gooi hem meteen weer terug. Kijk eens. En weg is hij. Nou. Oh, vang ik ook nog even zo'n dikke meerval. Zo, kijk, hele body. Verplet hebt die. Lange vis. Moet je die tanden zien. Ik had een drill eraan met mijn karpengels. Ik denk, nou dit is hem hè. En toen dacht ik, nee, zo sterk is een karp niet. En toen kwam deze boven. Dikke meerval.
trek hem gaan, jongen. Nee, ik zet echt wel power nou. Geen karpen. Dit is een meerval, ik kan niet anders. Jeetje, wat een gewicht. Jongens. Oh, is wel karpen. Wow. Die was sterk. Dikke spiegel. Wat is. Moet je kijken. Ik denk dat het een meerval is. Gewoon een spiegel. Ongelooflijk. Nou, voorzichtig drillen dan nog maar. Wijs. Kijk hem gaan, hé. Wat een sterke vis. Kom maar. Deze is echt sterk. Hoppa. Rustig aan. Daar komt hij. Mooie lange spiegel. Hij is klaar voor het netje. Kom maar. Daar is hij. Hij zit erin. Kijk eens even wat de kanon. Hoppakee. Ja,
Mooie spiegel. Nou, hier hebben we dan de sterke vis van vanochtend. Dus ik dacht dat het misschien ook wel meer valt. Het bleek het toch een mooie spiegel te zijn. Een lange. Van 98 centimeter en 17 kilo. Hoppakee. Oh, hij wil nog even niet. Nou, daar is hij. De krachtpatser. Hele mooie spiegel. Ja, super blij natuurlijk. Dat het geen meerval was, maar een mooie spiegel. Ja, super gaaf vis. Super blij mee. Echt een avontuur gehad. Alles uitzoeken hier op die grote meren, dieptes kijken. Dagen aan het varen geweest. Twee voerstekken dan gemaakt. Nou ja. Niet veel gevangen. Wel een paar mooie vis. Zo. Gaan we hem terugzetten. Nou, net voor het donker krijg ik nog even een run. Zou je altijd zien, ben je even aan het opruimen, krijg je toch nog een run. Hoppakee. Mooie spiegel. Ah, ze zitten in ieder geval op het voer. Zo. Gaan we weer even vrij laten. Hoppakee.
shit. Los. Er komen ook mooie schubkarpers voorbij, die mooie, lange, sterke vissen. Kijk. Ik kan wel even weg. Super. Mooie, sterke torpedo schubkarpers. Deze is een potje. Of 26, 28 denk ik. Tussen 26 en 28. Nou, van deze vang je ook tussendoor natuurlijk. Hartstikke mooie vissen, veel sport aan. Top. Ja, echt wijs. Er staat een harde wind. Zoals je kan zien. Weer laten zwemmen. Hoppa, daar gaat ie. Deze zijn zeer agressief. Ze vallen je gewoon aan, zie je? Kijk, dit doen ze met je bolie. Wat een golf, wat een teringzooi. Engels, rotspot, alles krijgt een opzonemiek of zo. Nou, dat gaat het denk ik.